Burgemeester, de middag na de nieuwe coronapersconferentie, wat moeten we ervan vinden? We kunnen er niks anders van vinden als we kijken naar de cijfers. Dat corona nog steeds veel te veel ruimte krijgt in Nederland. Het aantal besmettingen wat langzamerhand toch weer omhoog gaat. De zorg die daardoor zwaarder belast is. En ja, dan kun je niks anders dan concluderen dat er geen ruimte is om maatregelen te versoepelen. Dan moeten we al blij zijn dat het blijft zoals het is. En dat maakt dat we nu in ieder geval duidelijkheid hebben hoe dat het er met de kerst uit komt te zien. Nou, eigenlijk nog niet, want premier Rutte zei van als het niet goed gaat, dan komen wij terug op 22 december. Ja, dat zou nog steeds een mogelijkheid zijn, maar ik denk wel dat dat versoepeling in ieder geval niet meer aan de orde zal zijn. En dat maakt dat heel veel families nu natuurlijk toch de plannen voor de kerstdagen wat definitiever kunnen gaan maken. En ik hoop dat ze dat vooral doen vanuit de gedachte wat er wel mogelijk is. Want we hebben 3 dagen, bij wijze van spreken, die je zou kunnen gebruiken om met elkaar op een andere manier misschien dan je graag had gewild, maar toch samen te zijn en kerstfeest te vieren zoals je dat dit jaar ook kunt vieren. En ziet u dat dan voor zich dat de mensen in de gemeente Alphen aan de Rijn die hier wonen dat dan inderdaad doen op de manier zoals de premier het schetst? Of ziet u toch nog wel ruimte om hier en daar een grijs gebied te bewandelen, om het zo maar te zeggen? Nou, ik hoor dat van heel veel mensen dat ze heel serieus aan het afwegen zijn van hoe kunnen we het doen op een manier die past binnen de richtlijnen. Dus dat heel veel mensen echt heel serieus nadenken over, nou ja, opa en oma kunnen komen, maar de rest van de familie ontvangen we een andere keer of zien we volgend jaar weer. En ik denk dat het op heel veel manieren op die manier wordt nagedacht op dit moment. En als je nou een groter huis hebt? Als je een groter huis hebt, dan heb je iets meer ruimte om afstand van elkaar te houden. En dan geldt nog steeds dat het de bedoeling is dat je niet meer dan 3 gasten van buiten ontvangt. En ja, ik zou zeggen, probeer er ondanks de beperkingen toch iets heel moois van te maken. Laten we Alphen kleuren met kerst. Laten we ook onze boodschappen zoveel mogelijk bij lokale ondernemers doen. Laten we misschien anders dan andere jaren het kerstdiner door de lokale horeca thuisbezorgd laten verzorgen. Om op die manier ook een handreiking te doen naar sectoren die nog steeds heel zwaar getroffen zijn. Er werd ook gezegd in de persconferentie van dinsdagavond dat er vanaf januari hier en daar een paar proefs zullen gaan plaatsvinden. Ja. Bijvoorbeeld in de cultuursector, maar ook met sport bijvoorbeeld. Gaat er in Alphen iets gebeuren? Ik denk niet dat Alphen ogenblikkelijk kwalificeert voor dit soort experimenten. Ik zou het wel heel graag willen, want er wordt dan bijvoorbeeld nagedacht over betaald voetbal. Nou, dat hebben we in Alphen niet. We hebben heel veel voetbal, maar op kleine schaal experimenteren, daar steken we ogenblikkelijk onze vinger voor op als dat wel zou kunnen. Ja, maar het theater is ook iets aan de hand. Het theater is niet open, het parktheater natuurlijk wel en ook de Flora in Boskoop biedt mogelijkheden. Dus daar waar er geëxperimenteerd kan worden, willen we dat ook heel graag helpen uitproberen, maar wel binnen de grenzen die er dan ook nog steeds zullen zijn.